In. Jij gaat dus echt bij die worstendraaier wonen. Wat denkt u? Zou ik die ook meenemen? Ja, tuurlijk. Wedden, hè, dat je het geen week uithoudt bij die vlierenfluiter. Oh, en zou dat niet schoon staan op oma's in een bureau? Dat is zeker. Ma, hoort je eigenlijk wel wat ik zeg? En die vaas, dat is nog een trouwcadeau van ons Madeleine. Hier, Mark. En voorzichtig. Ja, ja. Zeg, ma. Luister nu eens, Bieke. Balthazar die is veel veranderd sinds hij de ware liefde heeft ontdekt. Ah, ja? Ja. Hij is nog onuitstaanbaarder geworden. Ik vind hem nog ten sympathiek. Mark. Ah, merci, Markske. En wilt je het strijkijzer ook eens vasthouden? En ik ben ondertussen toch oud en wijs genoeg om te weten wat ik doe, zeker? Oud genoeg misschien wel, ja. Maar wijs? Ja, let op uw woorden, hè. En mij, uw enige dochter, hè, die laat je hier zomaar in de steek. Maar, Fabieke, je bent toch geen kind meer, je trouwens, Markske, toch? Ah ja, op mij kunt je altijd weer rekenen, hè. Eerst zijn onze paar vandoor en nu jij. Tik, binnenkort heb je toch een nieuwe? Papa Boma. Ah, en deze keer in mijn geld. Maar, moeten die ook mee? Nee, vanaf nu ga ik elke week naar de coiffeur. Je mocht ze hebben. Oh, wauw. Met CMA? Boom. Mijn hart doet altijd boom. Mijn hart doet altijd boom. Wat is het? Goeie zaken gedaan, zeker? Hier zijn de beste garages van het land. Je hebt gruwel aan de fles gezeten. Vraag de Big Day, kameraad. Pascal, ik kom bij bijwonen. Je kunt daar niks van. Je kunt niet alles weten, hè, Dimitri. Allee, proficiat, hè? Zeg, wat zal het zijn? Een groot nazicht of gewoon smeren? Alle twee tegelijk, mijn gedachte. Ah, je bedoelt mijn voiture. Allee, pak een groot nazicht, dat komt er weg, die in pan val. Dus Pascal, ga weg uit het café? Ja. En wie gaat het dan open houden? Ah, ze maar voor, hè. Bieke en Bach, zeker. Ga je dat wel kunnen? Ze zijn zo geïnteresseerd, kameraad. Ik? Oh, ik dacht gewoon dat je dat nu zou kunnen verkopen. Verkopen? Had jij gezegd daar zoiets? Van zo'n commerce zou ik nog een schoolprijs kunnen vragen, hè? Wat zou je denken van 500.000 frank? 5 miljoen, zeker. En dat is dan nog een vriendenprijs, hè? Kom, zeg maar een keer, wat gaat dat nazicht kosten? Want ik moet dan naar de bank. Ah, met een briefje van 10.000 frank zet je er vanaf. Dat brief? En dat is nog een vriendenprijs, hè? Pascal, Sma, die is helemaal zot geworden. Ja, zeg, ik al jaren. Trek je toch niet zo aan? Ze zal Boma af genoeg beu zijn. Oh, denk je? Maar natuurlijk, dat is het vallen van de blaren. Ja. Dat gaat wel over. Maar, vind jij dan niet dat wij iets moeten doen om haar tegen te houden? Ons ma die loopt recht in haar ongeluk. Volgens mij zit uw ma in haar monopauze. En daar valt weinig of niks aan te doen. Ja. Ik zou daar echt niet van wakker liggen als ik u was. Ah, nee? En het café dan? Hè? Wie gaat dat voortdoen? Ik heb geen tijd met Publita. Oh ja, maar Bieken heeft groot gelijk. Hè. Wij moeten dringend iets doen om Pascal tegen haar eigen te beschermen. Oh, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Liefde is blind, hè? En jij kunt dat weten, hè, Bolleke? Spijtig dat ons maar niemand anders kent, hè, dan Boma. Op haar leeftijd moet je content zijn met wat je kunt krijgen. Hé, maar jij zegt daar zowel iets. Wij moeten iemand vinden waarop ons ma verliefd kan worden. Oh, maar welke nozelaar gaat het daar zo zot voor krijgen? Ja. Hé, hey, pardon, ik ken niet, hè? Wat is het? Hé, wacht eens. Ik weet het. Mijn baas van Publitime. Oh. Dat is nog een vrijgezel. Zeg, jij zou graag je job kwijtspelen, zeker? Oh. Nee. Doen, Bieke, doen. Het is voor het geluk van uw moeder. Ja, Mark, houd jij de deur in het oog om te zien of ons maar aan. Hé, hey, en doe op tijd teken. Meneer Dobbelaren, het is Bieke Krukke. Ik belde u om raad te vragen in verband met mijn artikel over bedreigde diersoorten. Oh, zoals zij zelf zeker. En ik dacht dat we misschien eens in het café zouden kunnen afspreken. Dan kan u ons ma ook eens ontmoeten. Mm-hmm. Ja. Nee, dat is geen probleem. Dan komt u maar nadat u bent gaan pietjes bakken in het parochiecentrum. Oei, die bietenkwiet heeft zijn naam ook niet.
niet gestolen. Nee. Maar zwijg nu toch eens. Pardon, dat was niet tegen u. Waarom sta jij zo te wuiven? Dag, ma. Alles goed, ma? Hela, ik ben niet doof, hè. Wie was er aan de telefoon? Niemand. Ah. De sprekende klok. Serieus? Hé, hoe laat is het? Maar het is dat voor de goeie zaakjes, hè. Allee, kom aan, Dimitri. Wat zien dat je een vent bent. Je kunt het als je wilt. Ah, je bent thuis. Ik ben het. Ah, Dimitri. De leeftijd. Je moest eens weten hoe druk ik het heb. Dat je niet beschaamd bent. Uw moeder zo lang alleen laten zitten. Ja, ik zal het nooit meer doen. Maar ik heb goed nieuws voor u. Ah, heb je eindelijk een lief gevonden? Dat werd stilletjes tijd, hè? Nee, het is te zeggen, ik kan een formidabele investering doen, hier vlak in de buurt. Je bent toch weer al lief van plan om dat stom voetbalveld te kopen, zeker, hè? Nee, iets veel beter. Ik kan een compleet woonhuis kopen met alles erop en eraan. Wat vind je daarvan? Een huis? Wat zou jij daarmee doen? Oh, verhuren aan Paul en Doortje? Gelijk dat die in een kruipkotteke wonen? En waarom is dat nu goed nieuws voor mij? Omdat jij mijn zakenpartner mocht worden. Ah, ik snap het al. Je hebt weer geld nodig. Hoeveel is deze keer? Oh, nu niet zoveel. Een klein 5 miljoen. Hallo? Hallo? Zijn jij daar nog? Je bent er ook nog, hoor ik. 5 miljoen? Jij bent op je kop gevallen, zeker? Nee, dat was een hoorn die uit mijn handen viel. 5 miljoen? Dat is veel geld, hè, Dimi? Daar moet ik nog eens goed over nadenken, ze. Ja, maar niet te lang wachten, want het is dringend. Dag, maat. Dan. 5 miljoen, amai. Je hebt precies grote plannen. Uw belofte moet opgeknapt worden, hè? Voor 5 miljoen? Je weet, voor u is alleen het beste goed genoeg, hè, Doortje? Zeg, meneer Boma, is dat toch niet wat overdreven? Pascalke moet voelen dat ze hier welkom is, hè? Ja, ja, als ze komt. Natuurlijk komt ze. Ja, natuurlijk. Ik bedoel alleen maar dat het leven soms vol verrassingen kan zitten, hè? Ja, maar weet jij misschien iets dat ik niet weet? Het leven is zoals een pietjesbak. Je weet nooit hoe dat uw teerling rolt. Je krijgt last van die hoogte, zeker? Wat denkt de meneer Boma? Is het zo goed? Iets hoger, hè? Zo dan? Nog niet zo. Zo dan? Ja, zo is het goed. Zo, stukje van je. Als het zo zit, hè, doe het dan zelf weg, vies. Tja, Paul en Doortje zijn toch niet thuis? In Brekers. Ik neem die van is niet op. Een breekijzer. Ah! Ah, dat had ik juist nodig. Maar, wat kon jij er doen? Ja, maar Doortje woont hier, hè? Is dat 5 miljoen? Ja, allee, help mij eens. Ja, maar, denk je dat Paul en Doortje dat graag gaan zien? Dat kan mij niet schelen. Ik woon hier nu. Ja, maar wat gaan zij dan doen? Jij gaat ze toch uw nieuw huis verhuren? Ja, nog niet direct. Ja, maar zoek het zelf maar uit, hè. Allee, kom, help mij eens met die sofa. Ja, maar ma, dat kun je als nu je nog veel zaagt, dan ben ik hier direct weg met mijn geld, ja, hè. Nee, waar wil je die sofa hebben? Ah, hier zo ergens. Dat weegt nogal, hè. Zeker met al die briefjes. Verrik toch. Zie toch wat je doet. Straks ben ik geruineerd. Maak u geen zorgen, ma. Ik zal alles oprapen tot de laatste frank. Die baas van u blijft precies zo lang weg, Bieke. Ja. Weet iemand hoe laat het is? Maar mijn horloge staat precies weer al stil. Wil ik nog eens naar de sprekende klok bellen? Markske. Ja, bijna 2 uur. Oh. Hey, dat is hem. Ja, kom maar door. De deur is open. Jos Dobbelaren is de naam. Maar zeg maar Jos, hè. Jos. Dag, meneer Dobbelaren. Dag, Nieke. Ik ben heel blij u te zien.
U hebt een beetje last met uw artikel, hoor ik. Ja, ja. Dat niet alleen, als je het mij vraagt. Hè. Ja, maar ondertussen is dat al allemaal opgelost. Ja, ik heb er mij eens mee bemoeid, meneer Dobbermans. En toen ging het vanzelf. Hè. Zoveel te beter, hè. Maar Jos, hè. Zeg maar Jos, hè. Ja, nee, Robert, die oh ja, die zijn voor u. Alle chance dat hem zijn pietjesbak heeft thuisgelaten. Hè. Dat is heel lief van u, maar weet je wat? Geef ze zelfs aan ons ma. Die gaat je daar een ongelooflijk plezier mee doen. Aan uw moeder? Ah ja, dat is een schitterend idee. Ik popel trouwens van ongeduld om haar te leren kennen. Het is er goed aan te horen dat hij ze nog niet kent. Hè. Dan kan ik haar meteen iets vragen over dat etentje vanavond. Ah. Amai zeg, een etentje nog wel. Ja, jij laat er ook geen gras over groeien. Als jij ermee akkoord gaat, uiteraard. Oh, natuurlijk. Ik zou niks liever willen. Pietje, waarom heb je mij daar vroeger nooit iets over gezegd? Als ik dat nu toch maar eens eerder had geweten. Ja, dat kwam zo ineens in mij op. Ja, zo. Ik ken dat, een koetevoeder. Ja. Zeg, meneer Doppelaren. Jos, hè? Zeg maar Jos, hè? Jos, wat ik vragen wou. Jij hebt toch niks tegen café doen, hoop ik? Eigenlijk heb ik daar weinig verstand van. Maar als je wilt, dan kunnen we dat altijd leren, hè? Ja. Maar dat is gesproken, zie je. Zeg, daar moeten we op drinken. Ja, ja. Mark, breng die rok eens op mijn rekening, hè. Oh, Pieke, jij weet nog niet half hoe gelukkig dat je mij maakt. Ik hoop dat ons ma er ook zo over gaat denken. Laat dat maar aan mij over. Ik laat dat niet los voordat ze ja heeft gezegd. Groot gelijk. Ja, de volhouder wint. Ja. Dat zeg ik tegen mijn spelers ook altijd. Jij bent gewoon fantastisch, meneer Dobbelaar. Zeg maar, Jos. Oh, dank je, Mariska. Ja. En ja, dat is nu Mark. Aangenaam. Ja, dat is mijn verloofde. Uw verloofde? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Oh, omdat ik werk en privé altijd zoveel mogelijk gescheiden wil houden. Ja, maar hoe kon ik dat nu weten? Ik schaam mij dood. U bent uiteraard uitgenodigd op dat etentje. Dat spreekt vanzelf. Oh, nee, merci. Ik zit liever niet in de weg als jullie zo samen... Het was eigenlijk Mark die mij op het idee heeft gebracht. Hé, Mark? Pardon? Ja, dat had van mij niet gedacht, hè. Allee, we stoppen dat iets wordt tussen jullie, hè. Heeft u niks sterkers, meneer? Mark. Zeg maar Mark. Wat komt jij hier doen? Wij wonen hier in Omkof. Zijn jullie dat al vergeten misschien? Ik niet. Hé! Hey, wacht! Wat is er? Heb je geen zin in een tasje koffie? Anders ik wil er wel zitten, hè? Dat is heel vriendelijk, Dimitri, maar... Ja, we gaan eerst onze boodschappen wegleggen, hè, en dan... Dan is het te laat! Het is nu of nooit. Dan zal het nooit zijn, en ook al, sorry. Ja, maar... Pas op, kom. Ja. Ja, maar... Wacht! Doortje, jij moet onmiddellijk de boekhouding in orde brengen. En jij, Paul... Xavier wacht op u in het café. Het was super dringend. Nou, kom. Wat scheelt er? Schelen? Hm? Nee, waarom zou er iets schelen? We mogen hem niet meer zo lang alleen laten. Kom. Levi! Als je naar boven gaat, hè, dan gaat er iets verschrikkelijks gebeuren. Nou, kom, moet je nu eens ophouden met uw gezever. Zeg! Met al dat lawaai kan ik mijn siesta niet houden, hè? Voilà. Wat heb ik u gezegd? Ma, raad eens wie hier is. De nieuwe onderpastoor. Maar dat is meneer Dobbelaren, de grote baas van Publitime. Ja. En dat is ons ma, Pascal. Jos, hè. Zeg maar Jos. Ja, excuseer. Het staat hier enorm overhoop. Maar dat komt omdat ik straks ga... Meneer Dobbelaren, die zou u even onder vier ogen willen spreken. Niet waar? Ja. Met mij? Oelala, dat klinkt heel serieus. Oh ja, die zijn voor u. Oh, dat is een heel schoon boeket. Maar gaat u toch zitten, meneer Dobbelaren? Jos, hè? Zeg maar Jos, hè?
Goed, ik laat jullie dan maar. Dus u bent de baas van ons biekje. Ja, ja het is in verband met haar dat ik hier ben. Ze is toch niet ontslagen, zeker? Nee, integendeel. Ik denk dat haar aan mijn zijde nog een grote toekomst te wachten staat. Oh, maar dat hoor ik graag. Ziet u, mevrouw Krukke, Wieken en ik... hoe zal ik dat zeggen? Madame, wij zien elkaar graag. En daarom zou ik willen vragen of ze vanavond met mij mag uitgaan eten. Scheelt er iets, mevrouw Krukke? Ons Bieken en u. En sinds wanneer is dat al aan de gang? Oh, bij mij was de liefde op het eerste gezicht. Hè? Maar van haar weet ik het pas zeker van daarjuist in het café. Ah, juist, ja. En Mark, weet hij daarvan? Ah, absoluut, ja. En hij heeft er helemaal niks op tegen. Dat heeft hij zelf gezegd. Hè? Ik word niet goed. Mevrouw Krukke, scheelt er iets? Mevrouw Krukke, scheelt er iets? Oh. En ma, wat vind je ervan? Tof, hè? Hey, dat is hier precies al koek en ei. Ja. Ze moet nog een heel klein beetje bekomen van de schok. Ja, dat kan ik geloven. Ja, wieke kind, ik weet niet wat ik moet zeggen. Gewoon ja zeggen, dat is alles. Ja, dat is alles. Even knikken is ook al goed. Ja. En zei jij zeker dat jij daar later geen spijt van gaat krijgen? Maar natuurlijk niet. En jij ook niet, dat beloof ik. En jij, Mark, wat heb jij daar al zo al op te zeggen? Oh ja, maar naar mij moet je niet zien, hè. Ja, als dat zo zit, dan kan ik daar niet veel op tegen hebben, zeker. Oh, ik wist het wel. Kom hier, jij bent een schat. Oh, Pascal, geloof me, het is een pak van mijn hart, kind. Ja. En de een van dat van mij niet zeker. Met zie je, ma. Voor de zoveelste keer. Jij kunt hier niet zomaar komen binnenvallen. Wij wonen hier. Nu hoeft het ook eens van een andere, ma. Zwijg, Dimitri. Ik heb je niks gevraagd. Ja, maar... Ik bedoel, nee, ma. Je zou het personeel wel eens wat beter mogen opleiden, hè? Dat madame Krier heeft geen manieren. Oh, en jij wel zeker. Wat heb je met ons meubels gedaan? Ik heb dat samen met onze Dimitri allemaal een beetje anders gearrangeerd. Dat trok op niks zoals dat er hier uitzag. Tante, maar zoiets doet je toch niet? Nee. Ja, zoiets doet je toch niet? Wilt je misschien dat ik dat valiesje terug meeneem? Nog voor geen 5 miljoen. Luister toch, we gaan er niet langer over zeven. Wij hebben een huurcontract en dat kun je niet zomaar verbreken. Het is te zeggen, ze is wel mijn moeder, hè? Goed zo, Dimitri. Als het zo zit, dan doen we je een proces aan. Ja. Een proces? Ja, maar ma, in dat kruipkotje kun je toch niet blijven wonen? Met al de lawaai van die auto's. En die uitlaatgassen. Ik heb daar nog niets van gemerkt. En daarbij, ik blijf bij mijn zoon wonen. En als je nog altijd zoveel last verkoopt, hè, dan zal het uw beste dag niet zijn. Je hebt er zelf op gevraagd. Kom, Doortje, kom. Ja, maar, nee. Pop, we kunnen er nu toch... Maar wat heb ik toch misdaan? Hallo. Tot vanavond, hè. En ik moet zeggen dat het mij heel goed is meegevallen, mevrouw Krukke. Dat doet mij heel veel plezier, meneer Doppelaar. Jos, hè. Zeg maar Jos, hè. Ja. Jos. Ja? Zie dat je niet te laat bent vanavond. Nee, daar mag u op rekenen. Een man, een woord. Ja. Zeg, Jos, en vergeet uw pietjesbak niet mee te brengen. Dank je. Alsjeblieft, Carmen. Mijn kop staat echt niet naar uw flauw grappen. En ma, wat vind je ervan? Ja, hé? Zo maken ze het tegenwoordig niet meer. Hè? Echt een antiek. Carmen, wil je er alsjeblieft buiten houden? Het is al goed, hè? Frank Ding. Maar kom straks niet klagen dat weer alles in het 100 loopt. Hè? Kom, sjoe, kom. Nu onder ons, zeide jij zeker van uw stuk? Natuurlijk. Je moet dat zo bezien. Het is een man met ervaring en een directeur. Dat zijn twee vliegen in één klap. Ja, maar hij is bijna even oud als ik. Ah, wel? Dat is toch juist goed? Mark, zeg jij nu ook eens iets, jongen? Want je beseft toch wel dat 11:55 is, hè, manneke? Tja, dan loop ik deze keer serieus voor. Ah, maar ik had het daar toch gezegd, hè? Dus dat, hè? Oh. Zeg, je hebt daar net wat gemist in het café. Die baas van Bieken is toch langsgekomen voor Pascal? Ja. En zeg, Pascal... Man, dan weet jij nog niet wat wij hebben meegemaakt. Ha. Tante heeft onze lof bezet. Ja. Wat blieft. En ze is er met geen stokken meer buiten te krijgen, hè? Ja, maar kan dat zomaar? Wat zegt DDT daarvan?
Die doet al in zijn broek als ze maandag maar naar hem wijst. Gaat je nu ondertussen met Billieke aanvangen? Oh, gelukkig logeert hij bij mijn ouders. Och, Carmen, het ventje heeft te mazelen. Wat moeten wij nu doen? Ja. Oh, u zo rap mogelijk laten inenten. Ol bedoelt mijn ma DDT. Ja. Oh, die kunt je misschien de stuipen op het lijf jagen met Billieke. Jawel, met zijn mazelen. Dat is nog zo geen slecht gedacht. Niks van, hè. Je laat Billieke erbuiten. Ja. Een andere besmettelijke ziekte dan... Wat denk je van hondsdolheid? Als je nu zegt dat ons Nero u gebeten heeft. Maar meneer, kom, ik weet iets beters. Ik kan doen alsof ik een aanval van een tropische ziekte heb. Paratyfus. Ben jij in Afrika bij de paras geweest? Allee, waar blijft hij nu toch? Dimitri! Hoe zit het? Kom er geen op! Ah, maar dat ziet er al veel beter uit dan in de zwergen overal, hè, jongen? Hey, laat u nou eens zien. Ja, stuk die straks nog maar eens goed in de Nojavel, hè. Ja, maar... Allee, nu kunnen we eindelijk aan tafel. Kom dat lekker is, want ik zie scheel van de honger. Natuurlijk is het lekker. En je wordt er nog sterk van ook. Spruiten. Oh, dit is al genoeg. Hoe, ik dacht dat je zo'n grote honger had? Ik moet een beetje aan mijn lijn denken. Ja, smakelijk. Oh, momentje, ben de mosterd vergeten. Kom, Paul. Wat komt jij doen? Hé, lach, je zat lappen in mijn huis, hè? Maar Paul is doodziek. Hè? Aanval van Afrikaanse paratyfus. Ja. Paratyfus? Weet je dat wel zeker? Ja, plus de mazelen. Overgekregen van Billieke. Ja. Hij heeft zeker 40 graden koorts en hij ziet overal beestjes. Ja. Hé, Paul. Het krioelt hier van toch dier, je moet hier direct weg. Ik zal hem eens onderzoeken. Rak hem niet aan, ma. Je riskeert je leven. Ja, heb jij daar wel verstand van? Ik heb tijdens de oorlog nog op het Tropisch Instituut gewerkt. Wacht, ik zal hem eens een spuit geven. Je leven zullen riskeren, makke. Allee, kom, broek af. Het is al voorbij. Jom, olle, Paul, je waart toch op sterven na dood? Ja, maar dat is mijn vlagen. Ah, de wonderbaarlijke genezing, hè? Mijn huis uit, ben de comedianten! Ik verwittig de politie en de huurdersbond, hoort ge mij? Doe wat je niet laten kunt. Je moest verlegen zijn, mijn moeder zo willen bedriegen. Aan tafel. Straks wordt ons eten nog koud met al die flauwekul. Ja, dat zou zonde zijn van die goede spruiten, hè? Ah, en je mag ze precies? Allee, jongen, laat het eens smaken. Wel, Balthazar, ik dacht dat jij om 6 uur mijn koffers kwam ophalen. Oeh, uw auto staat nog in de garage. Allee, Bol, tot 7 dan, hè. Wat is het, ma? Ja. Jij bent precies op eten kolen. Ja, zeg, hoe zou het zelf zijn? Dat is voor mij ook allemaal nieuw, hè. Maar, hey, dat gaat allemaal wel meevallen. Je zult wel zien. Tja, en eerst waart je er zo tegen. Hoe, ik, hè? Belangen niet, waar haalt je dan nu weer uit? Allee, zoveel te beter. Als hij arriveert, wilt je dan zeggen dat ik mij aan het klaarmaken ben? Hè? Ja, dat komt dik in orde. Maar Uma, die is ook nogal veranderd sinds dat ze u een baas kent. Ja. En dat komt allemaal door u, hè, Markske? Kom hier, jij. Kom hier. Oh, pardon. Ik ben vergeten te kloppen. Dag, meneer Dobbelaren. Zeg maar, Jos, hè. Zeg. U is toch niet van gedacht veranderd? Oh, nee. Integendeel. Ze staat te springen van ongeduld. Hé, Mieke. Serieus? Weet je dat ik me bijna niet kan inhouden? Oh, de avond is nog jong, hè. Oh. Allee, dat denk ik toch. Zo'n telefoon. Zeg, wat komt jij hier doen? Is drinken is gepermitteerd, mademoiselle. Bij werk. Goedenavond. Dat is meneer Dobbelaar, directeur van Publitime. Oh, meneer Dobbelaar. Zeg maar, Jos. Ja. Meneer Boba, directeur van de Boba Vleesindustrie NV. Waar is uw moeder? Nog aan die pakken, zeker? Wel, ik zal eens gaan kijken. En ze heeft een grote verrassing voor u. Verrassing? Wat voor verrassing? Wacht, Bieken, ik ga mee. Ja, die vrouwen, hè. Zit altijd vol verrassingen, zeker. Tegen wie zeg je het? Ik heb ook pas de vrouw van mijn leven gevonden. Allee, hè, wat je nu vertelt. Maar ik ook, eindelijk. Jong, knap,
Slim. Knap en slim, dat kan niet. Aantrekkelijk, vriendelijk. Die zou ik ook wel eens willen leren kennen, bij gedacht. Maar je kent ze toch? Als ik ze zou kennen, dan zou het de mijne zijn, zeker weten. Maar hier, Bieke. Bieke? We hebben vanavond onze eerste afspraak. Lap. De Vertongen heeft weer het spek van tussen zijn boteren laten halen. Vertongen? Is dat Mark? Ja. Ah, daar had ik in het begin ook schrik van, maar die is met alles akkoord. Dat imbecil. Enfin, hij zal het nooit leren, hè. Ah, de knoppen, ik op de dag. Dag, meneer Dobbermans. Zeg maar, Jos, hè. Wist iemand hier iets van? Nee, wij hebben daar niets mee te maken, meneer Boma. Nee. Vraag het maar aan Paul en Doortje, als je mij niet gelooft. Dat klopt, meneer Boma. Het is Pascal die het zelf wou. Enfin, Pascal zou zoiets nooit toelaten. Wat zou ik nooit toelaten? Oei, Sjoeke, zouden we nu niet even terug naar huis gaan? Zeg de zon niet dat juist zo spannend begint te worden. Pascalke, hoe heb je nu zoiets over uw hart kunnen krijgen? Weg jij, Mark. Zet jij de man of zet jij hem weg? Is dat een schrikvraag? Waar heb je het over? Ja, d'accord. Mark is een kieken. En dat je Bieke wil koppelen aan zo'n oude snokker. Lief? Bieke? Met die aangeklede kapstok? Neem me niet kwalijk, hè, mevrouw, maar Bieke en ik, wij zien elkaar graag. Is dat waar, Bieke? Nee. Jij ziet ons ma graag. Ah, bon? Ik ben niet mee, hè. Nee, dat is een vreselijk misverstand, meneer Dobbelaren. Zeg maar, Jos. Mevrouw Krukken. Trek het u niet aan, Jos. Geef nog altijd uw pietjesbakje. Als het zo zit, dan... dan zal ik maar gaan, hè. Meneer Dobbelaar, het spijt me. Ik wist nee, laat maar zitten, juffrouw Krukken. Ik ben dat gewoon. Als u nog eens problemen hebt met uw artikel, u weet mij wonen, hè. Nu ben ik mee. Zo, ze merkt niks van die uitlaatgassen. Wat is dat hier? Is mijn matuur klaar? Is te zeggen, er juist toch wel. Ja, Bieke, nu heb je het ferm belachelijk gemaakt, hè, Kineke? Tja, ik had toch gezegd dat die plannetje niet ging werken, hè? Dus jij bent nooit van plan geweest om met een baas weg te gaan? Oh. Maar natuurlijk niet, wat denk je wel? Ik dacht trouwens dat hij hier was voor u. Voor Bieke? Oei, en ik dan? Oh, Markske, je loopt serieus achter. Ja, nu weet ik het ook niet meer. Kieke! Maar nu gaat het een poel kosten, mijn gedachte. Wat heb ik nu weer fout gedaan? Dat een loze garagietje. Ik ben factuur laten opploffen. Oh. Pas maar op, of je ontploft zelf ook nog. Ja, Antwerp, sorry, Pascalke, maar ik kan uw valise niet vervoeren. Jij meent dat dus, dat je weggaat? Maar Bieke, jij doet niet precies of ik trek naar het andere eind van de wereld. Misschien dat wij dat binnenkort wel zullen moeten doen, hè, Paul? Maar denk maar niet, hè, dat ik hier elke dag achter de toog ga staan. Ik heb al genoeg werk met publicatie. Ja, daar zou ik nog niet zo zeker van zijn. Dan ga ik al te goed naar huis, hè, want ik moet nog tegen het andere regelen. Kom eens helpen, Carmen. Ja, als jij een paraplu hebt, het regent dat giet. Ja, maar zeg, en ik dan? Ja. Ja, hoe ga ik daar geraken met al die valiezen? Mark, jij kunt Pascalke toch brengen. Die valise gaat toch in die voiture, hè? Ja, tuurlijk. Ja, maar over 20 minuten pas, hè. Geen minuut vroeger, hè. Ja, het is goed. Als iemand mij verwittigt, als tijd is. Carmen. Zeg, slavendrijver. Bedekken. Zo, allee. Het is bijna zover, hè. Ja. Oh, ik zal dan al maar een paar koffers naar mijn wagen dragen, zeker? Ja, Markske. Ja. En voorzichtig, hè. Want er zitten breekbare dingen in, hè. Ja. Zeg, Markske. Zijn jij
zijn zeker dat uw auto ook dat allemaal kan dragen. Maar mijn bolk is meer gewoon dan dat, hè. Wacht. Ah, Xavier. Ja? Kun jij eens duwen, alstublieft? Ja? Klaar? Ja! Ja! Dank u! Zet die terug! Ah, wat een weer. Ik zie zo'n ongelukbreuk, hè? Zeg dat wel, als de pannen al van tak spoelen. Ja, een ongelukskinschap gebeurt, hè. Luister, onkel, die komedie heeft lang genoeg geduurd. Wij willen nu direct in onze loft. Ja, anders slapen wij vannacht in uw bed. Maar dat kun je toch niet menen? En waarom moet ik dan gaan slapen? Desnoods slaapt je bij je moeder. Ja, maar dat kun je me nu toch niet aandoen? Ik beloof u dat morgen... Dimitri! Alle... Ma! Dimitri! Wat is er met u gebeurd? Zet ik je niet beschaamd? Uw eigen moeder in zo'n knot steken? Terwijl ik daarboven mijn dutje ligt te doen, komt er ineens een stuk van het plafond naar beneden en een hele plas water. En wel, wat heb je erop te zeggen, hè? Die verlies met geld is toch niet nat geworden, hè? Voilà, voilà. Waar blijven jullie toch? Ik had toch gezegd 20 minuten? Ja, Pascal zal zich op de laatste moment bedacht hebben, hè? Misschien is ze toch met die pietjesbak of schok. Oh. Voilà, daar zijn ze bij gedacht. Ja. Oh, is dat tegen de muren of wat? Je weet wat dat je moet doen, hè? Pas op. Klaar. Hatgee. Jeepie. Amai, wat een ontvangst. Dat had ik niet moeten doen, hè? Dat is tenminste een mens die zijn wereld kent. Ja, de verkoop. Verkoop? Welke verkoop? En wel de verkoop van het café voor 5 miljoen. Oh. Dimitri, wil je alsjeblieft maken dat je buiten bent? Ik verwacht belangrijk bezoek. Ja, je hebt het toch weer niet laten doen, zeker, hè? Nee, nee. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Wat merk dan ook. Wat is er bij u gebeurd? Is het dak bij u ook ingestort? Ja, niet. Maar we zijn wel een klein beetje over kop gegaan. Oh. Zeg, meneer Boma, kunnen we nu de verkoop van het café afhandelen? Hier zie je, de 5 miljoen. Wat, blief? Wilt jij achter mijn rug mijn café verkopen? Maar nee, dat was toch maar om te zwanzen, zeker? Zwanzen? Wie zwanst er niet over geld? Had ik het niet gedacht. Naar dat geld kunnen fluiten. Ja, maar ma. En in die loft van u zet ik in een voet niet meer binnen, hè. Kweek er voor mijn part goudvissen in. Oh, ja, maar ma, dat... Oh, wacht. Nee. Momentje, onkeltje. Wij hebben eerst nog een rekeningsje te verheffen. Hier. Rekeningsje? Nieuw behangpapier, de sofa, het tapijt en natuurlijk de herstelling van het dak niet te vergeten. Alsjeblieft. En dat is alles samen 150.000 frank, hè? Plus mijn voiture, hè, Bekker. Het is niet waar, hè?